is een nieuwe video. Wij gaan vandaag een fidget spinner review weer doen. Ik heb laatst een glow in the dark spinner gekocht. Alleen we gaan ook testen of die ook echt glow in the dark is natuurlijk. Oké, sorry dat ik even zo raar natuurlijk keek, maar laat het geluid testen natuurlijk. Ik heb ook nog andere spinners, maar dit is mijn glow in the dark spinner. Zie je die ook? Woep. Ja. Laten we gaan uittesten in glow in the dark. Maar we hebben ook nog deze goosjes hier. Okay. Deze spinnertjes. Om jullie het goed te kunnen zien. Dus. En dan. Oh, de spinner. Kan je wezen op gaan spinnen? Zo. Dan op deze. Yay! En. Deze gozer. Laten wij een fidget spinner battle gaan doen. Ik zie jullie zo in de battle. Zo, als jullie het goed zien, zijn we nu bij de battle. Zo, ik ben weer terug. We hebben nu hier het spel. Laten we even de snelste laten draaien. Dus even op de goede kant. Nu deze. Kijk wie het langs gaat draaien. Ik zie dat de glow in the dark spinner al gestopt zit draaien. Deze man dus. En die blijft nog best wel aardig draaien. Nou, laten we even kijken hoe lang die doet. Die twee. Oké. Die gaat natuurlijk wel goed. Even kijken. Ik denk dat ze nu al gestopt zijn in spinnen. Oké, laten we ook gewoon ronde 2 gaan doen. En dan pakken we deze keer mijn telefoon erbij. Met stopwatch op. Oké, ronde 2. Kijk hoe lang de spinners gaan doen. Laten we eerst de telefoon aanzetten. Zo. Oké, de roze die begint al bijna te stoppen. Natuurlijk. En mijn telefoon die is lekker snel aan het tellen. Oké, ik vind het spannend. Want de paarse die doet er nog steeds. Oké, de paars die gaat bijna stoppen. Zo. Oké. Ik denk dat de paars echt heel erg bijna aan het stoppen is. Oké, de paars heeft het 1 minuut gedaan. Bijna. Oké, nog een paar seconden. Houd nog vol. Paars heeft het 1 minuut 10 gehaald. Dus 1 minuut en 10 seconden. Nieuw record voor de paarse. En nu gaan we voor deze twee goosjes. Oké, die hebben we bijna gedaan. En nu zijn ze gestopt.
En ik weet de winnaar. En dat is deze. Deze. Jongensmeisjes, dit is de winnaar. Vind ik heel nice. Laten we nu deze gozer gaan testen. Nou, mijn paarse spinner. Laten we die gaan testen in Glow in the Dark. Zie je zo terug. Ja, maar ik weet niet of die Glow in the Dark is. Hello darkness, my old friend. Nee, natuurlijk is die Glow in the Dark. Moet je maar zien. Meisjes, als het goed zien jullie nu spinnen. En dit is nu een spinner. En die ga ik nu naar Glow. Dit is Glow in the Dark spinnen natuurlijk. Laten we de spinner gaan doen wat hij moet doen. Dus gloeien in het donker. En het is donker en hij is gloeien in het donker. Hoppakee. En ik weet niet of jullie zien spinnen. Maar ja, jullie zien dus spinnen. En als jullie beter nu willen zien. Hoppakee, zien we gewoon net zo heel normaal spinnen. Dus dat is dit goosje. Dus dat is deze goosje natuurlijk. En ik zie je zo terug bij mijn setup. En jongens en meisjes, dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie ook zo'n spinner gaan kopen. Ja, ik denk dat er heel veel mensen al zo'n spinnertje hebben natuurlijk. Nou, en wat ik zeg, de link van deze spinner of andere spinners, je mag zelf weten waar ik het vandaan heb, staat in de description. En geef nog een like op deze. Geef nog een like. De like is hier. En hier is subscribe. En ik zie jullie weer de volgende keer. En bye. En abonneer natuurlijk ook nog op mij. En druk het like knopje in. En geef een reactie als je zelf wil. Je mag zelf een reactie geven als het maar geen haatreacties zijn. Want, maar... Bye.